Je zit hier en je wil succes met vrouwen. Je zit op de bank en je hebt honger. Als je op de bank zit en je hebt honger, wat moet je doen? Opstaan. Je hebt niks in huis. Oké. Naar de supermarkt gaan en eten kopen. Je huis uitgaan en het ophalen. Jij hebt nu niks en je wil succes met vrouwen. Wat moet je doen? Je huis uitgaan en ophalen. En sommigen van jullie zeggen tegen mij, ik wil succesvol worden met vrouwen. Dat zijn net als die mensen die tegen mij zeggen, weet je, ik heb honger, ik wil eten. Maar niet op kunnen staan van de bank om het te halen. Sommigen van jullie die maken het nog erger. Sommigen van jullie die gaan het huis uit, en die gaan naar de supermarkt, lopen dan een rondje en gaan we terug naar huis. Ja, als je het je zo voorstelt, is dat heel erg. Dat zijn de mannen die dus hun huis uitgaan, op stap gaan, met een vrouw gaan praten. En die praten alleen maar met haar over haar hobby's. En die gaan er alleen maar over door. Oh, wat een interessante hobby en hoeveel broertjes en zusjes hebben. Maar ze doen niks. Dat is voor het rek met kant-en-klare maaltijden staan en zeggen, ja, het ziet er lekker uit, mazzel. Je kan alles krijgen wat je wil. En kom niet bij mij aanzetten met een of ander bitch-ass verhaal over dat je een emotionele blokkade hebt en dat het allemaal zo moeilijk is geweest vroeger. Kom niet met mij aanzetten met verhalen over hoe zwaar je jeugd wel niet was, hoe verschrikkelijk het was, hoe je vroeger gepest werd op school door meisjes. Redenen waarom je geen zelfvertrouwen zou kunnen hebben, dat je niet zo knap bent, dat je niet zo leuk kan praten, dat je met jezelf in de knoop zit, dat je geen goede band met je familie had. Jongens, kom op. Je kan alles krijgen wat je maar wil. Je kan echt zo goed met vrouwen worden met vrouwen als jij maar zou willen. Er is geen grijntje twijfel in mijn hoofd dat dat niet mogelijk is voor jou om te doen. Tim die zit erop, die weet er alles over mannen en vrouwen. Als je ook maar één prangende vraag hebt, dan heeft Tim het antwoord. Je merkt gewoon wat voor values ze over kunnen dragen, wat voor ervaring ze hebben. Super inspirerend. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb gewoon zoveel eye-openers gehad en hij heeft mij zoveel nieuwe dingen bijgebracht. Ja, het was truly one of the most inspiring things I've ever heard. Door wat jullie bieden, krijg je eigenlijk gewoon het idee van, oh ja, dit is allemaal mogelijk.